Zaterdag 20 januari 1952. Drommen mensen zijn samengestroomd op de kade van de Vlissingse dokhaven. Het zal tegen 12 uur zijn. Rijkhalzend wordt er uitgekeken naar de stalen kolos die daar op de helling van de scheepswerf de Schelde ligt. Het gaat om de Maipo, een vracht- en passagiersschip bestemd voor Argentinië. Die boot moet vandaag het water in. Terwijl werknemers bezig zijn met het wegslaan van de laatste beletselen die zich tussen het schip en de helling bevinden, begeven de genodigden zich naar de eretribune. De officiële handelingen worden vandaag verricht door Signora Norma Pastora Castro de Castellanos, dochter van de Argentijnse minister van Transport. Dat gaat mis. Geen bruisende champagne op de boeg. In de wereld van de scheepsbouwers wordt dit al snel aangemerkt als een slecht voorteken. Na een aarzelend begin verloopt de verdere tewaterlating echter op rolletjes. Eenmaal afgemeerd kan het schip verder afgebouwd worden. Het is bestemd voor het vervoer van emigranten van Duitsland naar Argentinië. Gelijktijdig is er veel ruimte aan boord bestemd voor vrachtgoederen, met name in de grote koelruimte. De verschillende salons worden ingericht met meubels die in de timmerfabriek op het Schelde-terrein zijn vervaardigd. Met stormbestendige stoelen, zo te zien aan het mechaniek aan de onderkant. Als het schip eenmaal af is, moet het, voordat het aan de toekomstige eigenaar wordt overgedragen, getest worden op deugdelijkheid. Dat gebeurt tijdens verschillende proefvaarten. 21 mei 1951 is het zover. Verschillende sleepboten trekken de zeereus van de afbouwkade door de sluizen richting zee. 160 meter lang, 16 meter breed. Met zulke afmetingen moet je geen haast hebben bij het passeren van de sluis. Op de kade publiek om het schip en bemanning uit te zwaaien. Tijdens de proefvaart zijn er nog geen Argentijnen aan boord. Het schip is dan nog van de Schelde. Het zijn dan ook bijna allemaal Vlissingers die meevaren. Op een dergelijk schip is het gebruikelijk dat er altijd een scheepsarts meevaart. Het is de Vlissingse dokter Baks die hier die rol op zich neemt. Behalve zijn medicijnkoffer heeft hij zijn filmcamera meegenomen, die hij hier laat snorren. Op zo'n groot schip, dat 800 passagiers kan vervoeren, werken er ook de nodige koks en bakkers. Een van de gelukkige Vlissingen die bakker mag spelen tijdens deze proefvaart is Frans Salome. In het dagelijks leven baas van bakkerij De Klok in de Walstraat. Ook hij heeft zijn filmcamera meegenomen en laat ons getuige zijn van een fotosessie op het achterdek. Deze proefvaart duurt 4 dagen. Alle functies worden uitvoerig getest. De weersverwachtingen zijn op de voet gevolgd, want ze willen het schip ook testen tijdens slecht weer. Op 4 november van dat jaar maakt de Maipo haar 3e reis. In dichte mist gaat het richting Duitse kust. In de buurt van Helgoland komt het in botsing met een Amerikaans schip en zinkt. Zou het dan toch waar zijn? Gelukkig worden alle 240 opvarenden gered. Het wrak is nooit geborgen en ligt tot op de dag van vandaag op de bodem van de Noordzee. Onze filmende dokter Baks is vaker meegegaan op proefvaarten. Hij heeft het keurig op film vastgelegd. De Argo Chios is de 3e in een reeks van 10 vrachtschepen die in Vlissingen in opdracht van de Griekse reder John Karras bij de Schelde worden gebouwd. Het is een gigantische orde waarmee miljoenen gulden zijn gemoeid. Op 22 juni 1958 verlaat het schip de afbouwkade en zal via de Vlissingse sluizen voor het eerst het ruime sop kiezen. Dokter Baks laat ons er getuige van zijn en nog wel een kleur. De namen van deze 10 schepen zullen allemaal beginnen met Argo.
Bij de Vlissingers staan ze in het geheugen gegrift als de karrasschepen. John Karras heeft in heel Nederland liefst 18 van deze schepen besteld. Vanaf april 1957 loopt het ene naar het andere karrasschip van stapel. De Argo Hollandia was de eerste. Begin 1959 gaat het mis. De scheepvaartprijzen zijn gekelderd en voor de vrachtvaart zijn het zware tijden. John Karras wil van zijn schepen af. Hij begint rechtszaken en probeert op allerlei manieren van zijn opdracht af te komen. De Schelde is landelijk nieuws en in de Tweede Kamer worden er vragen over gesteld. Na verschillende rechterlijke uitspraken en de nodige compromissen neemt de Griekse reder slechts 4 bestelde schepen af. De Schelde bouwt er overigens 6 wel, maar verkoopt ze aan andere reders. In 1975 hebben we vanaf de Vlissingse Spuikom zicht op de contouren van de Scheldewerf. Boven de huizen in het centrum van de stad torent het casco van de Hoek Trigger. Het is een autotransportschip bestemd voor een Noorse reder. Dit schip zal het laatste zijn dat hier midden in de stad op de helling wordt gebouwd. Op 4 oktober 1975 wordt het te water gelaten. Ze maken er in Vlissingen een bijzondere dag van. Een jarig bedrijf, een schip te water. Als een van de eerste bedrijven organiseert de Schelde een open dag. Vanuit heel Zeeland stroomt die dag het publiek het Scheldeterrein op. Een open dag, een nieuw fenomeen. Complete gezinnen trekken erop uit. Zeker 12.000 mensen passeren de toegangshekken. Ze mogen overal rondkijken, foto's nemen en filmen. Van liefst 4 verschillende mensen hebben wij hun filmwerk van die dag gekregen. Om het feest compleet te maken, marcheert de Vlissingse Delta Band het fabrieksterrein op. Voor iedereen een versnapering. Gratis friet van Toon. Tegen 12 stroomt de meute naar het afbouwdok. Genodigden beklimmen de eretribune. De laatste beletselen worden weggeslagen. Helaas geen beelden van de fles champagne tegen de boeg. Wel fraaie shots van de voortvarende tewaterlating. Het schip is 187 meter lang en 23 meter breed. Het heeft 12 dekken en zal 3800 auto's kunnen vervoeren. In maart 1976 is het helemaal af en wordt het aan de nieuwe eigenaar overgedragen. De Hoek Trigger, het laatste schip dat van deze helling glijdt. De Schelde zal blijven bouwen, andere schepen op een andere plek. De helling is leeg en voorgoed. Voldaan keren de Zeeuwen naar huis na een van de eerste open dagen. Dan wordt het stil op het terrein. Het terrein dat tot in lengte van jaren Vlissingen zal voorzien van opwaaiend stof.